ben Frans Bronckhorst, ik ben de beheerder van het Drugs Peace House. Een huis dat opkomt voor de belangen van de gebruikers. En die van... Het heet Drugs Peace House, maar het meeste van wat ik hier zie is hennepproducten. Hennep is de meest gebruikte drug hier in Nederland, in Europa ook. En ook de meest geaccepteerde. We komen ook wel op voor andere gebruikers, maar in een eerste fase willen we toch de hennepplant, de productie van hennepproducten, het roken van de hennep door de blowers, daarvoor willen we begrip kweken in de maatschappij. Maar het is dus niet een soort opvanghuis voor drugsverslaafden? Nee, dat is het zeker niet. Het is wel zo dat hier mensen die cannabis roken, boven in de club de gelegenheid hebben om daar te roken en andere cannabisrokers te ontmoeten. Ook mensen die niet roken, die zijn er ook van harte welkom om eens te kijken hoe de wereld van de rokers nou is. Wat we hebben willen doen hier is een zo doorzichtig mogelijk huis creëren waar de mensen die ook geen drugs gebruiken naar binnen kunnen kijken en kunnen zien dat er niks te verbergen is en dat we hier een... Dat we hier op een verantwoorde wijze daarmee omgaan. Maar het gaat dus om informatie over drugs, informatie over cannabis, over hash, over marihuana. Juist. In de eerste plaats informatie vanuit het gezichtspunt van de gebruiker. Want er zijn dus tienduizenden, honderdduizenden gebruikers waarvan wij vinden dat ze niet moeten de hele tijd toch rondlopen met het idee van wat de drugsnood nog altijd wil. Zeggen dat het drugsgebruik slecht is. Wij vinden dat er aan het drugsgebruik, en zeker aan het cannabisgebruik, positieve kanten zitten en die willen we belichten en die willen we zowel bij de gebruiker als bij de niet-gebruiker op de eerste plaats zetten. Dit is dus geen commerciële instelling? Dit is een stichting die met het doel van de integratie van de gebruiker in de maatschappij in de maatschappij aan de weg wil timmeren. Ja. Nou praten mensen wel eens over legalisering van drugs, maar jullie hebben het eigenlijk over normalisering van drugs. Ja, dat zijn allemaal maar woorden, weet je. Normalisering, legalisering. Wat wij bedoelen is dat het op een manier geregeld wordt dat de gebruikers en de mensen die het verkopen en de mensen die het verbouwen, die het produceren, niet meer door de wet achterna gezeten worden. Dat het gewoon geregeld wordt op een manier dat goed gebruikt kan worden. Een van de argumenten die veel gebruikt wordt door mensen die cannabis als positief ervaren is dat de bijproducten van cannabis, hennep, ook voor allerlei andere dingen gebruikt kan worden. Je kunt er papier van maken, je kunt er kleren van maken. En dat wordt bijna als een soort vlag gebruikt om de hele cannabisbeweging goed te praten. Inderdaad. Nou, is er natuurlijk een argument, maar voor ons is dat juist niet het ons argument. Want wij willen voor het roeselement, daar willen wij voor... opkomen. Want het is vanwege dit roeselement, deze roesfactor, dat het product verboden wordt. En je ziet in die roesfactor dus toch positieve aspecten? Ja, zeker weten. De mensen die die het spul roken en dus in een roes geraken, die komen min of meer een beetje buiten hun normale patroon te staan. En dat zoeken ze juist, omdat het normale patroon hun vaak niet meer zoveel zin geeft in het leven. Je moet kijken vooral naar de jeugd, die in deze maatschappij van overconsumptie een beetje een zin zoekt. En die kan die zin beter vinden als zij dus even erbuiten komen te staan, buiten het hele patroon van denken, om er van buitenaf eens naar binnen te kijken. Dit gebeurt al sinds van de primitiefste volkeren hebben we daar al overleveringen over. En die mensen die weten dat juist op een hele beschaafde manier te doen. En wij hopen dat wij ook doorheen de bijdrage van ons huis ook een beetje meer beschaving in onze maatschappij kunnen opbrengen. Om de jeugd dit te laten doen, in plaats van dus achterna te laten zitten. In Nederland valt er nog wel mee, maar in het buitenland is het verschrikkelijk. De jeugd helpen om dit te beleven en dan moeten we dus ook begrip voor kweken bij de mensen die niet roken. Die roes die mensen eruit krijgen, die zien, laten we zeggen, traditioneel medici en de politie en zo toch als een heel gevaarlijk iets. Als een soort ontsnapping aan de werkelijkheid. Nou, wij zijn sinds de middeleeuwen, toen wij al die heksen verbrand hebben die nog met deze middelen werkt, natuurlijk medicijnen werkten, hebben wij dus
geen kennis meer van de roes. Wij zijn zo op het rationalisme afgestemd dat wij bang zijn voor die roes. Bang voor zijn om even uit de bol te gaan. En dat heeft dus vooral deze, de maatschappij, de mensen in de maatschappij die dat nooit hebben gekend. En dus vooral de ouderen in onze maatschappij. Die niet meer van die periode vanaf de jaren 60 hebben gebruik kunnen maken om, om ook die roes op middelen te kennen. Ja, die staan daar met een terreur tegenover. Niet? Die worden ook geterroriseerd vaak door alle verhalen die ze horen. En deze hele terreur die willen wij dus door middel van wat we hier aanbieden aan beelden aan de mensen. Bijvoorbeeld dat wagentje hier achter je. Dat beeld van terreur, dat willen wij dan proberen weg te halen. Dat willen wij gewoon proberen het... Als een vrij normaal middel te zien, maar wat is er dan het gevaar van verslaving bijvoorbeeld? Nou ja, het gevaar van verslaving is vooral aanwezig als het niet goed gebruikt wordt. En dat slechte gebruik, dat wil vooral gedijen in onder prohibitie. Dus en dan heb je het met name over de vermenging van soft en harddrugs, waardoor de overstap naar harddrugs die gemakkelijker gemaakt wordt. Zeker weten, zolang drugs verboden zijn, alle drugs verboden zijn, dat zie je vaak. In al die landen waar alle drugs verboden zijn, daar gaan de mensen die beginnen vaak met softdrugs, maar ze komen meteen ook met de harddrugs in aanraking en gaan dan door. Hier in Nederland is het gelukkig zo dat door het feit dat de softdrugs min of meer geaccepteerd zijn en ook openlijk te koop zijn, de mensen, de jeugd die gaan kopen en niet met de harddrugs in aanraking komen. En we hebben dus een heleboel buitenlandse gasten die zowel hard als softdrugs gebruiken, terwijl de Nederlandse cannabis gebruiker niks wil weten van harddrugs. En wat dat betreft gaat dus die theorie van de stepping stone gaat niet op zodra het getolereerd is dat er softdrugs gebruikt worden. Ja, ja. En zolang het dus... Maar nou is in de laatste tijd in Amsterdam een trend om magic mushrooms, psilocybin, cubensis, allerlei soorten paddenstoelen, die worden ook vrij verkocht. Misschien niet zo vrij als cannabis. Wat denk je van zo'n trend? Ik vind die producten heel goed. Ik heb ze leren kennen ik heb jarenlang in Amerika en Zuid-Amerika vooral gewoond. Met Indianen heb ik allerlei van dergelijke producten gebruikt. Dat zijn heel natuurlijke producten die al minder schadelijk zijn, denk ik, voor de persoon als in een joint die moet gerookt worden, die toch schadelijk is voor de longen. En het enige wat ik erbij zou willen zeggen is dat je goed moet oppassen voor te gebruiken dat je in een goede fysieke staat ben om te gebruiken. Dat betekent dus eerst een week van tevoren of zo, zeker geen alcohol drinken, niet te veel vlees eten, zodat je hele lichaam niet te veel giftige stoffen in zich heeft opgenomen. Ja. Maar je vindt de taak van het Drugs Peacehouse dus ook om voorlichting te geven over dat soort middelen? Oh, zeker weten. Zeker weten. Wij zijn begonnen met cannabisproducten en we zijn dus pas juist open, maar we beginnen nu dat we meer zekerheid hebben en een beetje gestabiliseerd zijn, willen we ons veel meer op voorlichting gaan. Nou zit je op een prachtige plek midden in Amsterdam, vlakbij het Centraal Station, en betekent dat er heel veel buitenlanders komen? Zeker weten, want al die buitenlanders die hier dus uit het, hier, je kunt het Centraal Station zien hier. Vanaf het station kan je dus ook het huis zien. En we hebben dus ook bewust dit huis aangeschaft om de buitenlanders hier informatie te kunnen geven in verschillende talen die ze meester zijn. En ook om ze hier de mogelijkheid te geven om in de club een ogenblik te komen zitten. Zonder dat ze nou meteen iets moeten kopen en zo. Niet. Zie je jezelf nou als politiek activist of sociaal activist? Nou ja, de twee zijn een beetje verworven. Niet zodra je op het gebied van drugs sociaal bezig bent, dan ben je er ook politiek bezig, want je schopt toch tegen bestaande stelsels aan. Ja. Nou, proberen we dat op zo'n manier te doen dat we niet de buren nog de stadsoverheid, de gemeente Amsterdam tegen de schenen schoppen. We proberen ons dus ook hier in de buurt te integreren. En jullie hebben ook de autoriteiten geregeld uitgenodigd en die komen hier ook om te praten over de drugsproblematiek. Ja, we hebben in de eerste hebben we hier de lokale politie hier van de wijk hebben we
Die heeft laten kennen geven dat ze graag zouden komen. Daar hebben de buren ook van de verschillende buurtcomité's hier uitgenodigd. En daarna hebben we dus ook verschillende mensen gehad van het ministerie van Volksgezondheid, van het NIAT, en onafhankelijke onderzoekers ook, die hier naartoe komen. Vooral in het kader van congressen die we hier houden. Om mensen, vooral uit het buitenland, groeperingen, politieke groeperingen of gebruikers van softdrugs in het buitenland, om die in te lichten over de Nederlandse politiek en hoe de hier in Nederland het drugsgebruik zich heeft ontwikkeld in de laatste jaren. Nog even in het kort, wat is dus het Drugs Peace House? Het Drugs Peace House is een huis waar we vrede zoeken voor het gebruik van alle drugs. Oké, Spuistraat 2, vlakbij het Centraal Station. Dankjewel, Frans. Dankjewel.